Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele gaten boven Nederland, maar ook wolkenvelden. En kijk vooral naar Noord-Duitsland, want daar zit de dikste bewolking. En de wind waait uit het oosten tot noordoosten en betekent dat die bewolking vanuit Noord-Duitsland langzaam richting Groningen en later ook richting de kop van Noord-Holland gaat trekken. In de ochtenduren in het zuiden is nog wat gespetter, maar daar wordt het snel droog. In het midden schijnt van tijd tot tijd de zon, en in het noorden gaat het dan op steeds meer plaatsen regenen. Daar wordt het vanmiddag enigszins druilerig. 11 graden in het noorden, 14 in het zuiden. Ook vanavond in het noorden nog steeds kans op wat regen, dus bij de dodenherdenking denk ik daar de paraplu bij de hand te houden. Elders in het land is het vanavond droog. Morgen hebben we betere omstandigheden. De bewolking is dan wat dunner. Heel lokaal valt er nog een spatje motregen. Met de grootste kansen in het noordoosten. En het zuidwesten en zuiden maken de meeste kans op wat zonneschijn. 11 tot 14 graden weer. Zaterdag bereikt een zachtere en drogere lucht ons land. Dan wordt het warm lenteweer. 18, 19, misschien lokaal zelfs 20 graden. En de zon schijnt geregeld. Zondag gaat het kwik alweer iets naar beneden. Maar het blijft nog wel op de meeste plaatsen droog. En maandag is het weer 13 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.